De grote rivieren in Kenia kunnen de regen niet aan. Dammen breken door en enorme hoeveelheden water stromen door de straten. De sterke golven richten grote schade aan in dorpen en steden. Er zijn honderden mensen omgekomen en duizenden mensen moeten hun huis verlaten. Deze man heeft 5 dagen in een boom gezeten voor hij wordt gered. Hulporganisaties zoals het Rode Kruis zijn in het gebied om mensen te helpen. Kenia is een groot land in Oost-Afrika. Het land staat bekend om de wilde dieren die er leven. Veel mensen gaan er daarom op safari. In de maanden maart, april en mei valt er in het gebied veel regen. Ze noemen dat de regentijd. Door de vele regen is ook de rivier vlakbij het bekendste safaripark van Kenia overstroomd. Veel toeristen moeten daarom midden in de nacht weg. Dat geldt ook voor de 8-jarige Joep en zijn familie. Toen werden we wakker gemaakt als allerlaatste omdat wij vergeten waren. Want de anderen zaten al een uur in de auto. Het regende heel hard en er waren ook al bij een paar huizen overstromingen. Joep vindt het heel spannend. Want niet alleen de stroming van het water is heel gevaarlijk. Ook dieren die in het water leven kunnen gevaarlijk zijn. Ja, krokodillen en nijlpaarden, dus daarom moesten we allemaal uit. Uiteindelijk valt er zoveel regen dat er geen één hotel in de buurt veilig is. Nou, als je dan een fles buiten zou zetten, zal binnen een minuut wel 3 flessen vol staan. Joep moet snel zijn spullen pakken en met jeeps worden ze naar een vliegtuigje in de buurt gebracht. Je stapt weer stak, right? Ja. Ja. Daarmee vliegen ze naar de hoofdstad, Nairobi. Joep en zijn familie zijn net op tijd weg. Nu is dat hele kamp overstroomd, want het regent heel hard. Dus waarom is het is daar niet veilig? En daarom zijn we nu ook met het vliegtuig naar Nairobi gebracht. Vanuit daar vliegt Joep binnenkort weer terug naar Nederland.